mogen zijn in deze hele bijzondere kerk. En wat een eer om op deze bijzondere avond ook even nog wat dingen tegen u te mogen zeggen. Mijn naam is Fatima Elaat, voor degenen die mij niet kennen. Ik ben al 4 jaar niet meer heel erg politiek actief hier. Daarvoor 12 jaar wethouder en stadsdeelvoorzitter geweest in het mooie stadsdeel. En nog steeds inwoner van het stadsdeel. Dus ik hoor eigenlijk gewoon nog steeds bij de buurt. Dus toen Rogier mij benaderde, alweer een paar maanden geleden, van 4 mei zou je iets willen komen zeggen op 4 mei. Kijk, ja, of ik niet zo lang over het na te denken of ik het wil. De vraag was of ik in het land was. Nou, toen dat duidelijk was, toen heb ik gezegd ja, graag. En ik vond het ook heel bijzonder, omdat het vandaag een onderdeel is van het programma van de hele dag. Namelijk het ontdekken van de Joodse geschiedenis van de Indische buurt. En volgens mij is het een jaar of 2 geleden dat Lodi en ik het plakkaat in de Albert Heijn hebben onthuld. En ik weet nog wat ik... Ik ben geboren en getogen Amsterdamse, zou je niet zeggen, maar het is wel zo. Naarmate ik ga praten, gaat u dat ook wel merken. Ik ben geboren in de Dapperbuurt, achter de Dappermarkt. Ik ben eigenlijk gewoon zo'n viswijf op de markt moeten zijn. Dat komt een beetje bij hetzelfde beroep wat ik heb gedaan, waar ik veel praten. Maar altijd nog. Alles kan. Nee, dit is genoeg tijd voor een tweede leven en een tweede carrière, absoluut. En ik ben opgegroeid in de Amsterdamse rivierenbuurt. Toen ik 2 was, zijn we verhuisd uit de Dapperbuurt naar de rivierenbuurt. En daar heb ik eigenlijk bijna mijn hele leven gewoond, tot aan 2002, toen ik hier politiek bestuurder werd. Toen kwam ik terug in Oost. Het was ook letterlijk terugkomen in Oost. En toen ontdekte ik eigenlijk Oost zoals ik het kende uit de verhalen van mijn vader. Die kwam hier in 63, kwam in Amsterdam-Oost, toen in de Indische buurt. Dus die had een hele geschiedenis over de Indische buurt die ik eigenlijk helemaal niet kende. En een van de dingen die me opvielen toen ik net wethouder was, ik ging een wandeling maken door de buurt en ik kreeg allemaal verhalen van mijn ambtenaren. Toen liepen we langs het Flevoland Park. En op een gegeven moment was er een hek in het park. En ik dacht, wat is dat dan achter het hek? Het was allemaal wild en wilde bomen en struiken, je kon niks zien. Toen zei ze, nou, dat is de Joodse begraafplaats. Ik dacht, de Joodse begraafplaats? Ken ik helemaal niet. Terug op het stadskantoor zag ik de grote kaart van Zeeburg en ik zag echt de kaart van het Flevoland Park. En ik zag de Joodse begraafplaats. Verheerp, ik denk, dat is boeiend. Ik wil eens meer weten over de geschiedenis van die Joodse begraafplaats. Ik kon er niks over vinden in mijn eigen stadsdeel. Dus ik ben toenmalige burgemeester Job Cohen gaan lastigvallen. Geel Job, weet je dat wij een Israëlitische begraafplaats, zo heette die, dat zat in de boeken. Die moeten we gaan uitzoeken. Ik was ondertussen al heel lang bezig met dialoog. Joden-moslims in Amsterdam. Dus ik dacht, weet je wat, als de burgemeester niet weet, dan ga ik mijn Joodse vrienden eens zoeken van de Joodse gemeente en eens vragen, wie is nou eigenaar van de Joodse begraafplaats? Is het toch zonde dat we zo'n onderdeel van de Amsterdamse geschiedenis hebben die we eigenlijk niet kennen? Want als ik heel veel met gewoon Amsterdammers sprak over Joden, dan ging het altijd over, ja, maar het allemaal rijke mensen, u kunt de vooroordelen. Terwijl als je naar de geschiedenis kijkt van welke mensen we er nou begraven op de begraafplaats hier in Oost, dat zijn gewoon de arbeiders, de arme snoepers, de normale mensen die de samenleving hebben opgebouwd, die werden daar begraven. En die geschiedenis was eigenlijk bijna nergens meer te vinden. Met heel veel moeite hebben we met de mensen van de Joodse gemeente, de voorzitter van de Joodse gemeente, gekeken wat we nou konden doen om een deel van die begraafplaats op te knappen, zodat we in ieder geval voor ons nageslacht, onze kinderen, onze kleinkinderen en alle generaties hierna, een stuk van die geschiedenis herstellen. Dus toen ik hoorde van dat het stap verder ging, namelijk de geschiedenis van de Joodse inwoners van de Indische buurt, boeide me dat heel erg, van wat zouden we nou eigenlijk ontdekken? En toen ik het boekje vanmiddag kreeg, een herkenningsboekje Joodse Indische buurt, ja, dan, als je opgroeit als kind in Amsterdam, op Amsterdamse school of in Nederland, hoor je heel veel over de Tweede Wereldoorlog. En naarmate je volwassen wordt, ga je er steeds meer van besnappen. Maar als klein kind hoor je eigenlijk alleen maar de verhalen. Je hebt een beeld wat gecreëerd wordt door de geschiedenislessen. En een deel van het beeld wordt gecreëerd door de films en de series die je op televisie ziet. Maar of je nou echt het gevoel hebt dat het gaat over iemand die jij kent, gebeurt op het moment dat je de namen ziet van de doodnormale Amsterdammers. En de namen die we nu ook gewoon nog herkennen in Amsterdam. Achternamen van, ik lees hier al, ik heb hier al 5 of 6 achternamen gevonden van, wauw, ik ga aan mijn Joodse vriendjes vragen of dit nou familieleden van ze zijn. Dit is niet meer iets van een afstand of iets
wat ik lees in een artikel of een geschiedenisboek. Het komt heel dichterbij. En daarom vind ik deze manier van herdenken ook zo bijzonder. Omdat naarmate we ouder worden en de generatie van mensen die de oorlog daadwerkelijk hebben overleefd, ook nu hun verhaal kunnen navertellen, wordt het een soort, voor de komende generatie een soort ver van hun bedshow. Totdat we het waarmaken en levendig maken met echte verhalen die we ze ook kunnen blijven vertellen. Want dat is wat ik een beetje jammer vind. Afgelopen weken hoor ik alleen maar discussies van moeten we blijven denken. Ik vond het zo'n onzinnige vraag. Moeten we niet alles herdenken? En ik denk mezelf, dit is precies wat we altijd doen als mensen. Dit is eigenlijk ook de reden waarom deze ellende is ontstaan. We hebben altijd de behoefte om hokjes te creëren en mensen in hokjes te passen. Want als ik je dan in een hokje pas, dan weet ik waar jij in zit, dan kan ik beter met je omgaan. Ja. Het is een beetje gek. Dus nu gaan we ook het herdenken in hokjes passen. Nee, maar we moeten alles herdenken in één keer. Mogen we ook uniek zijn? Mogen we ook eigenheid hebben? Mogen we ook een moment hebben om stil te staan dat datgene wat die grote massamoord heeft veroorzaakt, is datgene waar we nu weer in vervallen, namelijk identiteiten. Jij mag niet iets claimen, ik moet het claimen. Wij staan hier stil volgens mij vandaag om te herdenken dat miljoenen mensen door andere mensen, niet door machines, niet door apparaten, niet door robots, niet door geesten of spoken, maar door andere mensen doelbewust naar vernietigingskampen. Niet concentratie- en werkkampen, nee, vernietigingskampen zijn gestuurd. Dat zijn mensen zoals u en ik, van bloed, die dezelfde dromen hebben voor hun leven, dezelfde dromen hebben voor hun kinderen, dezelfde wensen. Dat hebben mensen gedaan zoals u en ik. En iedereen die denkt dat hij of zij niet in staat is om dat te doen, ontkent de zwarte kant en de duistere kant van de eigen mens zelf. En dat is wat me eigenlijk boos maakte afgelopen week in de discussie. Dat het leek alsof het is zo lekker om te kunnen wijzen naar een ander. Zo makkelijk. Heb ik van mijn moeder geleerd, als je wijst naar een ander lieve kind, wijst het 3 vingertjes terug. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid aan jouw zijde 3 keer zo zwaar is. Het gemak waarmee we even kunnen, ja, maar het waren zij, het waren de Duitsers, die waren zo fout. Nee, dat waren wij. De mensheid kent geen landsgrenzen en etniciteiten en paspoorten, rood of groen. De mensheid, dat zijn u en ik. En die norm bepalen wij. En wat mij dus choqueerde afgelopen week in de discussie over herdenken, is dat het weer ging over poppetjes en hokjes. Maar het ging niet over wat we aan het herdenken zijn. Wat we aan het herdenken zijn, is wat er gebeurt als de duisternis in de hart van de mens het overneemt van het licht. Dat is wat er gebeurt. En ik vind het onze uitdaging, niet om te doen alsof wij allemaal, nee, dat zouden wij nooit doen. Dat is hypocriet. Het zou ons sieren als we eerlijk zijn en zeggen, ja, ik herken ook duisternis in mezelf. Want als ik een artikel lees waarin iemand die niet dezelfde kleur heeft als ik, of niet dezelfde godsdienst heeft als ik, iets heel naars heeft gedaan, dan denk ik, oh, zie je wel. En dat denken we allemaal. Het is hypocriet als we gaan zeggen dat we dat niet denken. Wat ons onderscheidt van de mensen die in het duister staan en duistere dingen doen, is dat ons bewustzijn van dat we dat voelen en denken. Op het moment dat we er bewust van zijn en het accepteren als onderdeel van ons, kunnen we ook kiezen om er niet naar te handelen. En ik denk, als je dan gaat herdenken, als je dan gaat stilstaan, gaat het om niet alleen maar die 2 minuten stilte straks om 8 uur, een krans neerleggen, stil zijn en even 2 minuten denken aan de mensen die hun leven hebben gelaten voor vrijheden die wij graag willen. Maar dat het een begin is om na te denken, ja, maar die duisternis zit ook in mij. Ik kan ook zo ontiegelijk boos zijn. Ik ben echt zo goed om zo ontiegelijk, ongenuanceerd, subjectief boos zijn en roepen en vloeken als de beste Amsterdamse viswijf die je kunt bedenken. Ik weet het van mezelf. En ik vind het heel eng dat ik dat kan. En ik probeer er heel zuiver in te zijn. Dus nu, anno 2018, zien we dat haat toeneemt. Antisemitisme in Europa is ook gewoon een feit. Daar hoeven we niet heel lang over te gaan discussiëren. Afgelopen weer allerlei onderzoeken om aan te wijzen of het er wel of niet is. Het is er. Het is er altijd geweest. En niet alleen in Europa. Het zal altijd zijn.
De vraag is of mensen gaan handelen uit antisemitische gedachtegoed. En dat is, we moeten niet doen alsof we er allemaal van gevrijwaard zijn. Alsof het allemaal voorbij is. Het is niet voorbij. Het is elke dag weer. En daarom ben ik zo blij dat wij in onze eigen Indische buurt gewoon begonnen zijn met het vastleggen van die geschiedenis in onze eigen straten. Ik vond het heel erg, ik zeg het tegen mijn man, ik opende de straat waarin ik woon en ik las de namen. Dat is toch bizar? Als wij 70, 75 jaar geleden hadden geleefd en in deze buurt, dan hadden we dus gewoon moeten toekijken dat mensen, onze buren, afgevoerd werden. Moeten we ons eerlijk vragen, als dat nu zou gebeuren, zijn we allemaal zo dapper om op te staan? En daarom vind ik herdenken niet alleen maar een plek om stil te staan bij de gruwelijke dingen die gebeurd zijn en de mensen die overleden zijn, maar ook te gaan nadenken over ons eigen gedrag, ons eigen handelen, ons eigen kijk op de wereld. En denken dat wij gevrijwaard zijn van duisternis, sorry mensen, daar liegen we onszelf voor. En ik ben heel blij mee en ik hoop dat ook zeg maar het nieuwe stad, dat ik weet niet hoe het eruit gaat zien, dat ze hier ook iets mee gaan doen, ook het lesmateriaal van de kindjes in de Amsterdamse, in ieder geval de schooltjes van de Indische buurt. Zodat de kinderen die hier opgroeien, die hier komen wonen, ook deze geschiedenis blijven kennen. Ik zal het in ieder geval doorgeven aan mijn oude collega's en mijn laatste opvolgers. Omdat ik vind dat we zo ook nieuwe geschiedenis creëren. Ja, dus zeker nu wij allemaal ouder worden, moeten we mensen hebben die blijven vertellen. En die ook beseffen hoe die geschiedenis van toen effect heeft op nu. En dat laatste, dat leek de afgelopen week alsof het gewoon, ja, NOS kopte gewoon, moeten we nog blijven herdenken? Ik dacht bij mezelf, ik word gek. Dit kan toch geen normale vraag zijn dat ze die vraag stellen? Dus ik ben blij dat wij ook in onze Amsterdamse Indische buurt gewoon blijven herdenken op onze manier en juist in gezamenlijkheid ook met elkaar, want dat is wat we moeten doen.